Zorg goed voor elkaar. Ja. Ben lief voor elkaar. En geniet natuurlijk ook van ons cadeautje voor jullie allemaal. Een hele dikke kus. Dank je wel. Goed, het is vandaag 1 april. Kikker in je bil. Kikker in je bil, maar dit jaar geen 1 april grap, jongens. Nee, want nee, was het... ja, wat was er vorig jaar gebeurd met onze 1 april grap? Dat we gaan stoppen met vroeg. Ja, dat vonden ze niet zo leuk mensen. Allemaal, hè? Nu zijn de kindjes heel erg vrienden. Nee, dus dat doen we niet meer. Farah en ik hadden echt iets goed te maken met jullie. Ja. Maar we hebben nu niet een 1 april grap, maar eigenlijk een 1 april verrassing. Of verrassingen. Wat hebben wij hier? De nieuwe grote penningaboek! Ja, kijk, ze hem even wat dichterbij houden. Kijk jongens, dit is ons grote penningaboek. Vol met superleuke, ja eigenlijk heel veel dingetjes. Hier hebben Daan en ik de afgelopen tijd heel hard aan gewerkt om een heel erg leuk boek voor jullie in elkaar te zetten. Met niet alleen maar hele leuke weetjes, tips en heel erg veel foto's. Maar ook echt het verhaal van hoe het allemaal begon en waar we nu zijn. En eigenlijk dingen die heel veel fans misschien niet eens van ons wisten, staan allemaal in het boek. En onze Bellinga biografie. Zoiets, ja. Maar dan ook voor kinderen heel erg leuk, want er staan heel veel plaatjes in. Heel veel foto's staan erin. Leuke dingetjes om te doen met het hele gezin. En natuurlijk ook, ons verhaal is ook leuk voor de ouders. Dus echt voor het hele gezin, voor ouders en voor kinderen. De vele afspraken die we hadden met de schrijfster, wouden we eigenlijk wel vloggen. Maar we moesten wel eigenlijk geheim houden, heb ik gezien. Dat kon dan niet. En dat vonden we wel heel erg jammer. We moesten allemaal achter de schermen doen. Ja. Het boek heeft bijna 200 bladzijden. Ja. Maar niet alleen maar met lettertjes en Luxie, maar ook met heel veel foto's. Kijk, Luxie had ook heel veel foto's. Sissy gaat hier ook een foto maken. Dus we hopen dat jullie echt heel erg zullen genieten van het boek. En ook heel veel inspiratie en motivaties. Ja, want vooral ook. Maar... Het boek, je wacht of je bent er nog niet, want ze kunnen het boek ook nog bestellen. Via de link onder deze video zet hem eventjes neer. Hij is al te pre-orderen en hij gaat echt in met Moederdag. Als ik het even zeg. Ja, Moederdag is hij volgens mij helemaal klaar. Van de pers klaar. Dus je kunt hem nu al bestellen en dan weet je zeker dat je er één kan bemachtigen. Want het is echt een super leuk boek om groot te hebben. Ja, maar dat is niet alles, want we hebben nog een hele grote verrassing. Luxie is heel druk in de weer met haar camera. Ja, wel eens, hè? Heel druk zitten, Luxie. Hij loopt er. Want we hebben nog een hele leuke verrassing. Zoals jullie weten hebben we ook heel hard gewerkt aan een hele leuke, gave cowboy-serie. Die natuurlijk voor onze fanclubleden te zien is op onze eigen Bellinga fanclub app. Alleen, we hebben heel veel berichtjes gekregen van toch wel heel veel fans. En we nemen dat echt in acht serieus als we dat soort dingen van onze fans lezen. Dat het toch heel jammer was dat het voor het grote publiek niet te zien was. Dat heeft ons aan het denken gezet. En we hebben besloten daarom de hele Bellinga Cowboy serie op YouTube te gaan zetten. Ja, we gaan het gewoon lekker doen! Ja, dus de allereerste aflevering van de cowboy serie van Lucky Luan is te zien op Luan Bellinga, zijn eigen YouTube kanaal. De eerste serie staat al online op zijn kanaal. En iedere week verschijnt daar de volgende serie online, zodat jullie er allemaal van kunnen genieten. Ongeacht of je nu een grote Bellinga fan bent of niet. Het betekent wel dat alle Bellinga fans die in onze Bellinga XL fanclub zitten, de serie wel 2 weken eerder al kunnen zien. En daar zit natuurlijk nog veel meer bij wat je er anders niet bij hebt als je niet in de Bellinga fanclub hoort. Er zit nog een magazine bij en er komen nog heel veel leuke andere dingen aan. Dat is wel echt voor onze Bellinga platform. Maar de serie die gaan we gewoon jongens lanceren op Luan Bellinga zijn eigen YouTube kanaal. Dus daar kunnen jullie allemaal van gaan genieten. En we hebben nog een leuke verrassing, want we gaan een Bellinga... Ja, bijna. Dat is een beetje lastig in deze periode met corona. Maar we hebben er iets leuks bedacht. We gaan namelijk een Bellinga Fanshow 2.0 houden. Live vanuit onze... Bellinga Boe! Nee, onze woonkamer. En hiervoor kan je inschrijven... Of nee, hier hoef je eigenlijk alleen maar de Bellinga app te downloaden. Even te registreren. Dat is allemaal gratis. En wij gaan zaterdag 4 april, een eigen live event geven. Vanuit onze woonkamer. Live met jullie fans. Super, super leuk. Dat was al even ons berichtje. Oh, jij vond dit leuk? We zetten even linkjes hier allemaal onder deze beschrijving voor als je allemaal meer wil weten. Zorg goed voor elkaar. Ben lief voor elkaar. En geniet natuurlijk ook van ons cadeautje voor jullie allemaal. Een hele dikke kus. Dank je zo wel. En niet abonneren. En doei. Doei. Oh, leuk.
dus even de 3 verrassingen voor jullie op een rijtje. Als eerste kun je dus de pre-orders doen van ons grote Bellinga-boek. De link staat hiervan onder deze video. Als tweede is de Lucky Luan de Cowboy-serie gratis te zien op het kanaal van Luan Bellinga. Ook de link hiervan staat onder onze video's. En als derde verrassing geven wij een nieuwe Bellinga Fanshow 2.0 live via onze Bellinga TV-app. En dat is ook gratis en daarvoor hoef je alleen maar een account te hebben, een gratis account te hebben bij ons Bellinga.tv webbrowser of ons gewoon onze app. En hiervan krijg je een melding en dit is op 4 april. Alle linkjes hiervan staan dus onder deze video. Klik er even op en ja, hopelijk zijn jullie er blij mee en zien we jullie snel bij onze Bellinga Fanshow live 4 april. Je danst, boom boom.